We hebben weer een bijzondere keukentafel. Ik zit deze keer aan tafel met Bernard Fekemans. Dag Josephine. Ik zie dat we hier in een hele oude keuken zitten. Nou, heel oud. Een kleine 70 jaar oud. Het is een oude bruinzeelkeuken uit de 50er jaren. En die was toen heel modern. Ja. Maar die hebben wij gelaten voor de sfeer, hebben we hem dus intact gelaten. Ja, want we zitten eigenlijk nou in het geboortehuis van u, hè? Ja, we zitten nu in mijn geboortehuis. En het huis stamt uit 1872. Oh. En het is nog een redelijk originele staat. Ja. Aanvankelijk is het huis gebouwd door mijn bedovergrootvader voor zijn zoon, okay, van Lieshout. En steeds, wanneer een van de kinderen trouwde, gingen de ouders eruit en kwam er weer een nieuwe generatie in. Oh. Mijn ouders zijn in 1938 getrouwd, augustus 1938. Opa en oma gingen naar de Clarissenstraat en mijn vader en moeder zijn hier komen wonen. En ik ben in juli 1939 ben ik in dit huis geboren. Dus ik ben er van voor de oorlog. Ja, voor de oorlog. Het is hier allemaal oud. Ja, inderdaad. Maar nou begrijp ik, u bent het huis uitgegaan, maar uw ouders zijn hier blijven wonen. Ja, ik ben in 1963 getrouwd. Toen ben ik in het huis hiernaast gaan wonen, nummer 41. En mijn vader en moeder zijn hier blijven wonen. Dus de traditie was verbroken. Want hun zijn niet het huis uitgegaan. Nee, dat klopt. Ze zijn hier blijven wonen, ja. Hadden jullie een groot gezin? Ik heb maar één broer. Oké. En die leeft ook nog? Mijn broer woont in Oosterwijk, ja. Oh ja, wat leuk. En toen zijn jullie toen ben jij hiernaast gaan wonen en ook getrouwd en kinderen gekregen. Ja. In 64 is Frank geboren, in 67 de jongen en in 73 Nicole Marloes. Ja, dus vier kinderen. Vier kinderen, ja. Leuk. En jouw ouders die zijn hier eigenlijk al blijven wonen tot... Mijn vader is in 79 gestorven. En mijn moeder is er blijven wonen tot 86 en die vond toen in het grote huis alleen dat het verstandig was als ze naar een appartement ging. In die tijd was er in Bokselwaar geen appartementen beschikbaar en toen is ze naar 's-Hertogenbosch gegaan, op de Petelaar is ze toe en heeft ze een appartement gekocht en daar is ze gaan wonen. 2009 ben ik hier vertrokken. Ja, ja. En toen? Ik was 70 toen en toen ben ik hierachter gaan wonen. In de baronijen. Oh ja. Maar dat was ook dus ik ben wel in hetzelfde grondgebied gebleven. Ja, want God is hier zo prachtig wonen. Hoe kom erbij om dan weg te gaan? Ja, dat is de les die ik van mijn moeder geleerd heb. Je zegt, je moet niet tot te lang in zo'n huis blijven wonen. Je moet op tijd vertrekken. Dan kun je nog weer je eigen nestelen in een nieuwe omgeving. Ja. En dat is altijd beter als dat je straks weg moet. Ja. Als je te oud wordt of er komen gebreken enzovoorts. Dus daar heb ik haar wijze raad opgevolgd. Ja. En ik ben met heel veel pijn in mijn hart ben ik vertrokken hier in de Stationsstraat. Ja. Want ik was er echt aan verknocht. Ja. Want hoe lang heb je precies hier gewoond, zei je? Hiernaast? Hiernaast heb ik gewoond van 63 tot 2009. Goh, ja. Want toch, ik weet nog als kind, jullie hebben ook een hoop meegemaakt in het gezin, hè? Ja. Dus altijd een vrouw gehad die ziek werd op een gegeven moment, hè? Ja. Beb die is ziek geworden in 1969, september 1969. Mm. Toen werd er geconstateerd dat ze MS had. Mm. Ik wist helemaal niet wat MS was, ik had ook nog nooit van gehoord. Toen zijn we terechtgekomen bij professor Prik in Nijmegen. Daar heeft ze dus met 10 andere patiënten hebben ze daar gekuurd en testen gedaan hoe dat met prednison MS mogelijkerwijze te bestrijden of te beteugelen was. Maar toen we dus na 3 maanden het ziekenhuis verlieten, is professor Prik heeft ons tot aan de uitgang begeleid. En toen heeft hij gezegd, toen kon Beb weer lopen overigens, want toen ze in het ziekenhuis inging kon ze niet meer lopen. Toen eruit kon ze weer lopen, maar toen zegt hij, je moet nou niet denken dat je beter bent, want voordat je 50 bent zul je wel in de rolstoel zitten. Met die boodschap gingen we het ziekenhuis uit. Oh, heftig. Dat was heel heftig. Want hoe oud was ze toen? Beb die was toen 34. En ik was 30. Oh, dus jullie waren eigenlijk heel jong, hè? Toen heel jong, ja. We hadden toen 2 kinderen. Frank en Dion waren toen al geboren. Ja. Maar het is een hele periode gekomen, van 70 tot en met 76, dat we hebben alles weer kon. Dus toen heeft ze weer getennist, toen heeft ze weer geschiet zelfs op de wintersportvakantie. Ze kon zwemmen, ze kon het eigenlijk allemaal, ze deed haar huishouden alleen. Dus jullie dachten, misschien is het wel beter? Wij dachten, nou, die is nooit ziek geweest, dat heb ik in die tijd geroepen. Ja.
Ja, toen wilde Beb nog een keer in verwachting raken, want ze vond twee kinderen, vond ze toch eigenlijk, dat was niet helemaal wat ze dus wilde. Ze hadden liever, dus drie. En toen hebben we in overleg met de neuroloog, de gynaecoloog en de huisarts, hebben we dus toen daar beraad over gehad. En toen is ze in verwachting geraakt, eind 72, of begin 73. En toen zijn in september de tweeling geboren. Oh, meteen hoppakee, twee. En dat ging nog steeds goed. Ja. Tot 5,76, toen begon ze met haar been een beetje te trekken en te slepen. En in eind 78 zat ze in de rolstoel. Zo snel ging het, ja. En er is er zijn nooit achtergekomen waarom net het zo lang goed is gegaan. Want je zou, hè, net wat nee, maar de ziekte van MS die gaat gepaard met sjoeps. En dat zijn de goede en slechte periodes. Maar altijd als er een sjoep is, dan val je een stukje terug. Ja. En dan kan er, je komt nooit meer op het punt terug waar je de sjoep krijgt. Ja. Je levert altijd in. En dat blijft maar doorgaan. Oh. En Beb had een progressieve vorm van MS. En dat betekende dus dat in 85, 86 was het helemaal verschrikkelijk. Dan had ze dus echt volledige verzorging nodig. Ja, oh, het is ook heftig. En die hebben thuis al die jaren kunnen verzorgen. Ja? Op John staat 41. Ja, ja. Goh, ja, dat kan ik me nog herinneren als kind. Met hulp van de thuiszorg. Ja. En dat was fantastisch wat die mensen dus altijd deden voor ons. Om haar dus toch thuis te kunnen laten wonen enzovoorts. Ja, ja. Want toen hadden jullie eigenlijk toch vier kleine kinderen. Hè? Tenminste, ja, toen begon ze allemaal groter te worden. Maar net zoals de tweeling. Ja. Ja, hoe oud waren die toen? Ja, de tweeling is van 73. Dus toen in 85 waren ze dus 12. Ja, moet je kijken. Dat is zo heftig. Ja, dat was heel heftig. Ja. 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 En hoe lang heeft ze dat eigenlijk volgehouden? Beb is uiteindelijk in 97 gestorven. Het was het batterijtje echt helemaal leeg. Maar dan is ze nog lang, heeft ze ook gelegen in bed dan, hè? Lange tijd. Hè? Ja, maar ze kwam overdag altijd uit bed. We hadden een stalen verpleegster. En dan werd ze dus uit bed gehaald, in de rolstoel gezet. En ze wilde altijd in de rolstoel alles meemaken. Ja. Naar binnen en naar buiten. Wij hebben ook al die jaren zijn we naar het theater in de Sertogenbosch gegaan. Theater aan de Parade, wat toen nog Casino heette. Ja. En dan hadden we dus altijd plaatsen op rij 9. Want dan kon je met de rolstoel kon je daarin rijden. Okay. Maar ze wilde nooit in de rolstoel naar het theater kijken. Ik moest ze altijd uit de rolstoel halen. Yeah. En ze wilde in de theaterstoel het theater volgen. Ja, geweldig toch? Hè? Ja. Toch zo'n trots. Ze had een enorme wil en een hele sterke wil. Ja. Oh. Ja. Dat is een heftige tijd geweest. Moeilijk, ja. Ja, een hele moeilijke tijd. Ja. Ja. Goh. En, want toen is ze overleden en toen bent u daar nog blijven wonen met de kinderen eigenlijk. Ja, de kinderen waren toen voor een deel al uitgevlogen. Maar ik ben er blijven wonen tot 2009. Ja. En toen was het op een gegeven moment van hop naar het nieuwe appartement. Ja, dat kwam eigenlijk. Ik had een slechte knie. En ik via een auto-ongeluk in 86 opgelopen, had ik een verbrijzelde knieschijf. En die is met een aantal kijkoperaties hebben ze daar steeds op een gegeven moment intact kunnen houden. Maar op een gegeven moment werd het zo sterk dat er nieuwe knieën moest. Ja. En toen heb ik dus in 2009, december, ben ik opgenomen in het ziekenhuis en heb ik een nieuwe knie gekregen. En toen ben ik net een paar weken van tevoren ben ik naar mijn appartement gegaan. Wat al 2 jaar klaar stond, maar ik wilde gewoon in de Stationstraat niet weg. Ja, dat is toch wat, ja. Ja, ja, ja. En ik had al mijn meubels. Je hebt toch roots, hè, dan, hè? Al mijn meubels en de hele inrichting van het appartement, dat zijn allemaal de meubels van de Stationstraat. Ik heb niks nieuws hoeven te kopen. Nee. En ik had hier allemaal alternatieve spullen neergezet. En dan ben ik nog 2 jaar blijven wonen. Heel typisch, ja. Achteraf is, moet ik ermee lachen als ik het als ik het weer terug ga. Ja, typisch, dat je zo vast zit aan hoe... Ja, het is toch een roots, dit huis, hè? Maar ja, ik ben geboren op 39 en ik heb gewoond op 41. En ik zeg altijd, ik heb nog niks van de wereld gezien. Ik ben maar 1 huisnummer opgeschoven. En nou achter in de tuin. En nou woon ik achter in de tuin. Ja, nou woon ik achter in de tuin. Je kunt nou vanuit de tuin hier binnen kijken. Ja, zonder meer, ja. Ja. Oh, ja, leuk hoor. Want we zitten hier nou eigenlijk ook in... dit is helemaal ingericht als een museum. Ja. En dat komt eigenlijk, jullie hadden... Of hoe zit dat nou? Jij bent begonnen met de wasserij. Ik ben niet begonnen eigenlijk met de wasserij. Hoe ging dat dan? Want... Nou, mijn vader is in 1926 op advies van pater Zuren, van de provinciaal van de Witte Paters op de Burgakker. En dat was een huisvriend van mijn opa en oma. Is er een wasserij gebouwd in de Prins Hendrikstraat, wat toen nog Ossenpad heette. Ja. Daar hadden die tuinen van de Stationstraat liepen door tot aan de Prins Hendrikstraat. En toen hebben ze dus achter in de tuin, aan de Ossenpad, wat toen nog een zandweg was, die af en toe nog onder water kwam te staan als de Dommel overstroomde, hebben ze daar de wasserij gebouwd, in 26.
Mijn vader, die heeft dus toen hij, voordat hij trouwde, moest hij van mijn opa dus de zaak overnemen. Want tot die tijd bleef mijn opa eigenlijk dus de eigenaar van de wasserij. En hij heeft er nooit iets in gedaan, want hij was gemeentesecretaris en had nog andere bezigheden. En in 1937 heeft mijn vader het overgenomen, is in 1938 getrouwd. En in de eind 50er jaren wilde hij ermee stoppen. Mijn moeder die heeft daar een stokje voor gestoken. Die heeft toen de mouwen opgestroopt. En die is dagelijks in de wasserij gaan assisteren met mijn vader. En mijn vader die kon met het personeel niet meer overweg. Er was allemaal jeugd en die begrepen elkaar niet meer. Mijn moeder heeft het toen overgenomen. En die heeft voor mij, of voor haar twee zonen eigenlijk, die wasserij aangehouden. Och. Toen ben ik in het bedrijf gekomen, in 1960, 1961. Heb ik buitenlandse opleidingen gehad. Waarom? Omdat ik het vak moest leren en mijn vader vond dat ik het, als ik het deed, moest ik het goed leren. En ik ben dus in Duitsland geweest, ik ben in Frankrijk geweest, ik ben in Nederland op 5 plaatsen geweest, maar allemaal belangrijke bedrijven. En daar heb ik het vak geleerd. Ik had ondertussen in het buitenland geleerd dat die gezinswasverzorging waar wij toen mee bezig waren, dat dat op een eindje zou gaan lopen. Want je kreeg dus de introductie van de wasmachine en de droogmachine, allemaal geavanceerde apparatuur. Je kreeg nieuwe weefsels, allemaal nieuwe mengweefsels, allemaal mogelijk andere weefsels. En dat betekende eigenlijk dat het thuiswassen in zwang kwam en dat de wasserij eigenlijk voor die categorie, voor die belangengroep eigenlijk overbodig werd. Want vroeger bracht iedereen zijn was eigenlijk naar jullie? Ja, wij hebben in die 50er jaren, begin 60er jaren, hadden wij zo'n 3000 klanten. Jee. We hadden 4 vrachtwagens. Maar dan waren natuurlijk wel mensen, ja misschien met geld, want er was ook een laag van de bevolking die gewoon maandag was de wasdag. Toch? En dan stonden ze allemaal te wassen, die vrouwen. Er waren niet alleen mensen geld, met geld, maar er waren ook veel middenstanders. Slagers, bakkerijen, groentelui, die allemaal winkels aan huis hadden. En die overdag, die stonden mannen en vrouwen, die waren in het bedrijf aan het werken. En die lieten dan hun was door derden verzorgen. Nou, dus, toen kwam ik dus terug van die opleiding en zeg tegen mijn vader, dan moeten we op een andere boek gaan gooien, want dit houdt een keer ergens op. Ja. Nou ja, dan krijg je de generatieverschillen en verschillen van inzicht. Toen is er nog alles een robbertje gevochten hier in dit huis. Want hij vond van niet natuurlijk. Nee, hij vond van niet. Nee. En hij had ook niks meer met dat bedrijf, hij wilde er vanaf eigenlijk. En nou, toen heb ik het overgenomen. Hebben we nog een vennootschap onder firma opgericht, samen. Maar die hebben maar een paar jaar bestaan. En toen heb ik alles over moeten nemen, want ik wilde gaan uitbreiden. Want wij hadden toen ondertussen onze eerste grotere klanten gekregen. Dat waren verpleeghuizen en bejaardencentra in die jaren in Tilburg. Dat waren onze eerste grotere klanten. En dan moesten we uitbreiden, want we hadden te weinig ruimte. En mijn vader zei, dat doe ik niet meer. Ik investeer niks meer. Toen heeft hij mij zo ver gekregen dat ik naar de Rabobank gegaan ben. Alleen op een blauwe ogen heb ik toen bij de Rabobank een deal kunnen maken dat ze mij wilden financieren. Toen kon ik uitbreiden, maar toen zei mijn vader van tevoren, je moet het gebouw kopen, je moet de inventaris kopen en je moet de grond kopen waar je wilt gaan bouwen. En die grond waar ik op ging bouwen, dat was een stuk van de tuin. Omdat we die grote tuinen hadden, konden we dus een stukje daar uitbreiden. Nou, dan hebben we alles bij elkaar zo 3 keer gedaan. Totdat ik zeg, nou, hier gaan we niet meer verder. Ja. En ondertussen groeide het bedrijf maar door, hebben we afscheid genomen van de particuliere klanten en zijn we uitsluitend met de gezondheidszorg doorgegaan. En toen zijn we ook later op linnenverhuur gegaan en kledingverhuur. Oh ja, hoezo dan? In de 70er jaren zijn wij dus, hadden we een studiereis gemaakt met een paar branchegenoten naar Zweden. En in Zweden hebben we ontdekt dat daar al bewegingen waren waar combinaties gemaakt werden tussen textielleveranciers, wasserijen en gezondheidszorg. En die maakten deals met elkaar. En dat betekende dus dat de kleding en de textiel die in de ziekenhuizen gebruikt werd, eigendom werd van de wasserijen en die werden verhuurd aan de zieken en de verpleeghuizen. Ja. Nou, toen hebben we dus nog met elkaar gewerkt aan de standaardisatie van ziekenhuistextiel. Want vroeger had ieder ziekenhuis zijn eigen afmetingen en zijn eigen type textiel en zijn eigen kenmerken. Nou, dat is toen later allemaal is dat gestandardiseerd en is het op een gegeven moment universeel uitwisselbaar geworden. Ook de kleding voor de artsen en de verpleegsters. Oh, dus toen in de 70er jaren is het allemaal tot stand gekomen. Ja. Ja. En dat is maar een vraag voor mij, want toen zoiets pas begon,
Er waren geen machines, denk ik. Hè? Stonden die mensen dan heel de dag maar handen te wassen? Nee. In 1926, toen mijn vader begonnen is met het bedrijf, hadden wij al een zeer goed geoutilleerde wasmachines, maar ook mangels en persen. En dat was allemaal al professioneel, voor die tijd zeer zeker. Ja, ja. Dus ze moesten wel met de hand iets doen, maar zo'n mangel, dat... Ja, oh, ja natuurlijk. Ja. Ja. Jans is niet vol te houden. Nee, natuurlijk niet. Dat gaat niet. Nou, en toen zat je thuis. Toen? Toen zat je thuis. Toen op een gegeven moment... Toen ik thuis zat. Maar ondertussen had ik al gezorgd dat ik wel de gedoende om handen had. Ik wou net zeggen, ja. Want ik ben dus in 1975 op een hele toevallige manier met strijkbout in aanraking gekomen. Mijn vader die ging dus regelmatig met vrienden naar Amsterdam, naar veilingen, kunstveilingen kijken. Ik mocht dan af en toe zaterdags wel eens een keer mee naar een kijkdag. Op een gegeven moment waren we dus weer in Amsterdam op een zaterdagmiddag op het Rokin bij Mark van Waai. Wat tegenwoordig Sotheby's. En toen liep ik daar een van die zalen binnen. En dat had niks met schilderijen te maken waar mijn vader voor ging. Maar daar was een hele grote zaal met allemaal strijkgereedschappen. En alles met wassen te maken had. Ik heb me erin verdiept. En ik heb mijn verstand verkeken op de veelheid en diversiteit van al die strijkgereedschappen en al die strijkbouten. Het bleek dat de eigenaresse van die collectie mevrouw Bleker was. En mevrouw Bleker was een van de allereerste verzamelaars op dit verzamelgebied. En die was ongeneeslijk ziek. En die had besloten haar collectie te verkopen ten behoeve van het Koningin Wilhelmina Fonds. Waar toen voor de kankerbestrijding werkte. Ja, ja. Nou, dus die veiling is gebeurd. Ik heb aan mijn vader gevraagd of ik dinsdagmiddag naar die veiling mocht. Daar kreeg ik toestemming voor. Ik ben met de trein naar Amsterdam gegaan. En trok in is vlakbij het Centraal Station. Ja. En dan ben ik naar die veiling gegaan en toen waren er wel 250 mensen in die zaal. En alle talen die je maar hoorde wilde, hoorde je ook daar spreken. En er werd geboden als gek op die strijkbouten, voor mijn belevingswereld. Toen hoorde ik dat er een internationale vereniging van strijkboutenverzamelaars was. Ik hoorde dat er een nationale Nederlandse vereniging van strijkboutenverzamelaars was met 120, 130 leden. Die hadden ook een eigen tijdschrift. Ik heb me daar verder in verdiept. En ik heb op die veiling 4 strijkbouten gekocht. Helemaal niet voor veel geld, maar een leuke strijkbouten. Met tegelijkertijd met die 4 strijkbouten ben ik besmet geraakt met een verzamelvirus. Ja, dat begon toen eigenlijk zo. En vanaf die tijd ben ik gaan verzamelen. En overal waar ik kwam, keek ik uit of er iets op mijn gading bij was. En zo heb ik dus vanaf 1975, 76 een hele verzameling aangelegd op het thema wassen en strijken. Ja, want het is steeds breder geworden, want we zitten hier eigenlijk in een museum. Ja. Het ouderlijk huis waar we nou zitten, is nou eigenlijk het Museum Vekermans. Zeg ik dat goed, hè? Museum Vekermans, ja. Ja. En overal waar we komen, staat helemaal bomvol met alles wat te maken heeft met wassen en strijken. Ja. In juni van 1990 is het Wassen Strijkmuseum geopend. Dat was toen heel anders dan tegenwoordig van opzet en nu... Maar gewoon, wij hadden het gewoon voor onze lol gedaan. En het gebouwtje, dat is een oude koffiebranderij uit 1872 dus, van de familie van Lieshout. Ja, dat is het gebouw hierachter. Ja. Ja. Want dat vind ik ook wel heel leuk om te horen. Dat was vroeger, was daar een koffiebranderij? Ja. Vertel eens, hoezo? Nou, in 1876 of 1860 had Boksland een station. En in 1872 zijn deze huizen gebouwd en het gebouw hierachter, het woonhuis is met die mooie binnenplaats, dat was toen koffiebranderij. Wat gebeurde er nou? De koffiebonen die kwamen in zakken uit Amsterdam met de stoomtrein naar Boksel toe. Die werden dan met paard en kar gelost, die rezen naar de Stationstraat, die reden hier de poort in. Er zat een hijsbalk bij dat gebouw waar die zakken omhoog gehesen worden, daar werd de koffie gebrand. En die werden in papieren zakken verpakt en zo naar de kruideniers gebracht. Ach. Maar die koffiebranderij, die heeft maar een kort leven beschoren geweest. Ik denk 8-9 jaar maximaal. Daar hebben we ook helemaal geen gegevens meer van. Nee? Helemaal niks. Er is niks meer van te vinden. Dat verdiende toen hun de kost mee eigenlijk. Ja, hè? Ja, nou. Maar die mensen hadden toen 12 ambacht en 13 ongelukken, zeg ik altijd. Die deden van alles. Ja, ja, die handelden overal in, dat waren echt handelsmensen. Ja. En dus die koffiebranderij is weggegaan. En toen is het gebouw
intact gebleven. En er waren gewoon bergruimtes van het woonhuis Stationsstraat 39. En ja, in mijn jeugd lag daar de kolenopslag. Daar kwam de Boksense kolenboer, die kwam hier de kolen lossen. En dat was en van de Nostrum en van de Meijden, dat waren onze kolenleveranciers in die tijd. Het hout lag daar. En dat is gewoon op een gegeven moment een hele bijzondere. En we hadden daar van die haken waar een schommel in hing. Daar konden we een beetje in schommelen. Als het slecht weer was buiten. Dan konden we dus. Ruimte, hè? Het zijn grote ruimtes, ja. Oh. Ja. Want jij vertelde net met die verzameling van die strijkijzers. Ja. Dat je in dit gebouw hierachter bent begonnen. Ja, en daar hebben we dus op in 1990 is dat geopend, in juni 1990. En daar hebben we dus met heel veel plezier, met een paar vrienden, hebben we dat steeds ingericht en af en toe gewisseld en gedaan. Nou, en dat was gewoon leuk, maar het was toen geen museum. Het was gewoon voor onszelf. Ja. Totdat er een aantal mensen hier kwamen en die zeiden, dit moet je openstellen voor het publiek, dat is gewoon heel leuk, dat willen de mensen zien en waarom zou je dat niet doen, enzovoort, enzovoort. Toen heb ik gezegd, ja, maar ze lachen me vierkant uit als ik op een gegeven moment hier over museum begin enzovoorts. Dat doe ik helemaal niet. Dit is gewoon voor mijn eigen plezier en mijn eigen hobby. En we drinken hier af en toe een pilsje en een glas rode wijn. Op de kachel die daar staat, daar zetten we 's winters een grote pan mossel, of het voorjaar een grote pan mossel in. Dan zaten we met elkaar mosselen te eten. Dat was allemaal heel gezellig. Ja. Dat was gewoon echt leuk. Voor bruiloften en partijen, zeg ik altijd. Maar ik kreeg steeds meer mensen die zeiden, nee, dan moet je openstellen, moet je openstellen. Nou, geleidelijk aan zijn we overstag gegaan en hebben we dat dus wel gedaan. En dat was alleen maar op afspraak open en verder nooit. Nou, en dus, maar dat is doorgegaan en verder uitgebreid, totdat er in 2008 zich een voorval voordeed dat ik een aanbod kreeg van Ans van der Bos van Dille uit Vught. Die had een grote verzameling Brabantse poffers en mutsen en Brabantse klederdrachten gedragen door boerenvrouwen tussen 1850 en 1950. Och, wat leuk. En die verzameling stond bij haar in huis. Ja. En zij was zeer klein behuisd door al die dozen met al die poffers erin. Ze is van boven tot onder volgepakt. En zij werd ook ouder en ze zei, ik moet daar van af. Huub, dat was rechterhand van mij bij het inrichten van het Wassen Strijkmuseum, haar man. En die vertelde mij op een bepaald moment dat ze van plan waren om via internet de collectie te gaan verkopen. Maar ik wist wat zij allemaal had. En toen ben ik daar naartoe gegaan en heb gezegd, dit mag nooit gebeuren. Die collectie moet bij elkaar blijven. Ja. Die is van historisch belang, cultuurhistorisch belang voor Brabant. Die is zo uniek, die vertegenwoordigt alles wat er in Brabant gebeurd is. Nee. Haar man verzorgde het archief op een zeer deskundige manier en zij restaureerde alle mutsen en poffers. En die techniek heeft ze zich eigen gemaakt door meer dan 45 jaar geleden, met een klein bandrecordertje en een ouderwets fototoestelletje, die poffermaaksters te gaan bezoeken, van West-Brabant tot en met Oost-Brabant. Ze heeft er 33 of 34 bezocht. Ze kreeg van die mensen de tekeningen van de mutsen, hoe dat die gemaakt werden enzovoorts. Alle detailtekeningen kreeg ze en de radarpatronen. En die boerenvrouwen of die mutsmaaksters vertelden daar er heel lief en leed. En daar heeft ze allemaal notities van gemaakt. En zo is die archief langzaam opgebouwd. Dus als jullie nou mij vragen, kunnen jullie mij een musje geven uit Waspik? Dan ga ik boven in het archief, dan toets ik in de computer, toets ik Waspik in. En dan heb ik daar, dan weet ik waar ik precies de muts met de radarpatronen van de muts uit Waspik moet halen. En die zijn in andere delen van Brabant zijn die anders geweest. Ja? Ja. Waarom was dat dan? Waarom dus ja, omdat het allemaal handwerk was. En ja, iedereen maakte in zijn eigen ideeën, maakten ze dus een poffer en de muts. En alles mocht natuurlijk. Ja. De boerenvrouwen die droegen vroeger altijd mutsen. En de mutsen zijn overgewaaid via Frankrijk naar België en naar Nederland. En de mensen hadden altijd, die hadden werkmutsen, slaapmutsen, zondagse mutsen, weekse mutsen. Allemaal ook een mutsen hadden ze. Heel de dag hadden ze een muts op. Dat zwarte mutsje, wat onder de witte muts zit, dat ging nooit af. En de mensen wasten in die tijd toch haren maar 3-4 keer per jaar. Dus die waren zo vette spek. En daar zaten dus allemaal luizen in. Mensen hadden vroeger altijd luis. En dat is in de poffers nog terug te vinden. Want als Ans het restaureren is, dan vindt ze in 8 van de 10 poffers nog ingedrode luizen in het karkas zitten. Ja. Jee, dat zal gejeukt hebben, hè? Die luizen op die koppen. Ja, hè? Ja. Oh, dat is wel leuk. Dat heb ik nooit geweten. Ik dacht, een poffer, dat is gewoon een complete hoed.
En die zet je af? Nee, het poffer is een los onderdeel. En die zet je op het zwarte... Met pofferspelden zit... Nee, op de witte muts. Dus het zwarte mutsje zit over de haren. Dan gaat het mutsje eroverheen. Ja. En het witte mutsje zit ook de toer, die kleine plooitjes allemaal. En dan komt daar de poffer bovenop. En dan had je dus via de rivaliteit van dames onder elkaar, is eigenlijk een poffer geboren. Dus vroeger hadden de mensen mutsen, maar door rivaliteit, zij had meer koeien als de buurvrouw en die had weer meer hectare grond. Ja, is er eigenlijk, de poffer is ontstaan uit een paske op de muts. En een paske was een smal reepje. En in dat reepje gingen ze bloemetjes steken. En zo is langzaamaan de poffer ontstaan. En steeds maar groter en groter en groter. En ik heb hier dus de kleinste poffertjes liggen en de grootste poffers. Wat leuk, zeg. En dan kun je heel die ontwikkeling zien. Ja. Maar ja, daar ben ik nou weer. Waarom hielden ze altijd dat kapje op? Die zwarte muts. Ja, waarom is dat dan? Ja, dat weet ik. Dat is er zo waarschijnlijk ingegroeid in de loop van de jaren. Ja. En dat was gewoon een gewoonte. Jezus. Want die hadden s'nachts een slaapmuts op. En, en overdag hadden ze werkmuts op en dan hadden ze een weekse muts en een zondagse muts en ze hadden ook meerdere poffers vaak. Ja, ja. En de mannen? Ja, een klak of een pet. Een klak of een pet. En die zetten ze gewoon af? Ja, die zetten ze af. Nou was, vroeger noemde je het was een strijkmuseum en nu is het museum Fekemans. Dus dat de naamverandering gekregen. Ja, dat heeft allemaal een verklaring. Wij zijn in 2011 geregistreerd museum geworden. Wij hadden aanvankelijk twee stichtingen, de Stichting Wassen en Strijken en de Stichting Brabant Goed Gemutst. Amsterdam, waar de museumregistratie plaatsvindt en alles bijgehouden wordt, en dan is de museumvereniging, die vonden dat het niet kon, niet gebruikelijk is, op één postadres twee stichtingen te hebben. Toen hebben ze ons opgelegd om de twee oude stichtingen te laten fuseren in een nieuwe stichting. Toen moesten we een nieuwe naam bedenken en daar zat allemaal veel tijdsdruk op. En toen hebben we uiteindelijk in overleg met de notaris en met andere mensen hebben we er Museum Fekemans van gemaakt. Ah, ja. En Museum Fekemans heeft dus nou twee collecties. Ja. De collectie Wassen en Strijken en de collectie Brabant Goed Gemutst. Ja, dat staat hier helemaal bomvol. Hè? Het staat erg vol. We zijn echt uit ons jasje aan het groeien. Ja. Maar ja, we zijn er heel zuinig op, want ook dat volle museum, dat geeft ook een intieme sfeer. Ja. Ja, zeker, zeker, ja. Want doe je nou ook, ik zag net ook bijvoorbeeld zo dat bepaalde poppen, zag ik ook bijvoorbeeld Jet en Jan. Ja. Want dat vind ik zo leuk, hè. Daar staan kaartjes op, dus Jet, dit is Jan, kinderen vanuit die tijd. Ja. Nou, Jet en Jan is weer een project van Erfgoed Brabant, gestimuleerd door de Nederlandse Museumvereniging, voor de schooljeugd van groep 5, van de basisscholen. Jet en Jan, die moesten thuis meehelpen om de zaak draaiende te houden. Vader werkte altijd, moeder had 7, 8, 9, 10 kinderen en iedereen moest daar zijn steentje aan bijdragen. Het lesprogramma gaat dus in 10 lesuren op school en het hele leven van Jet en Jan. De kinderen van school, van groep 5, die komen dan naar het museum toe en die moeten hier, het leven van Jet en Jan, moeten ze klusjes doen. Dus ze moeten hier koper poetsen, ze moeten hier koffie malen, koffiebonen malen. Ze moeten hier mijn griffel op een lijntje schrijven. Ze moeten hier sunlight zeep kloppen om sop te maken om luiers te kunnen wassen. En die moeten ze ook wassen. Ze moeten sokken stoppen, ouderwets. En ze moeten met bikkels een spel doen, want Jet en Jan hadden vroeger geen spellen. Bikkels zijn? Bikkels, dat zijn wervels van schapen en geiten. Ja, en die worden dan op een bepaalde manier gedroogd en schoongemaakt en dan kunnen ze spel mee doen. Ja, ja. Nou, dat moeten ze hier dus dan doen. Dan zijn ze een paar uur hier met de leerkracht. Hoe vinden ze dat? Dat vinden ze fantastisch. Dat is dolle pret. Dat vinden ze zo leuk. Een heel wereld voor die kinderen open natuurlijk. Ja, die leren dus dan, eigenlijk leren ze wat een museum is. Ja. Ze leren hier dus kijken wat ze allemaal zien. En daarnaast zijn ze op een hele leuke manier bezig. Ja, goh. En dat gaat heel spontaan. We doen al 5-6 jaar dit Jet en Jan programma. Ik denk dat we dit jaar over de 300 kinderen gehad hebben. Och, wat leuk, ja. En die komen hier allemaal aan op woensdagen, woensdagochtend. Poetsen, ja, overal. Over zitten verspreid door het hele museum. Hier zit een groep zus en daar zit een groep zo. Ja, wat leuk. Ja. Ja. Want dan blijft ook iets in leven ook, hè. Natuurlijk als je het bij de jonge lui neerlegt, hè. Ja, ja, ja. Ik zag ook, toen ik straks rondliep, ook zo, want het valt me op dat die mensen zo klein waren vroeger. Ja, hè? Ja,
Ja. Small en klein. Ja. Vroeger waren de dames, de vrouwen waren dus echt heel tenger, maar ook heel klein. Ja. Aanmerkelijk kleiner als tegenwoordig. En je ziet die figuren hier staan, en dat is gewoon de ware grootte, met de originele kleding die ze altijd gedragen hebben. Ja. En dan zien we dus hoe snel in een paar generaties de mensen koppen groter worden. Ja, dat gaat heel hard. Want we praten over 20, 30 centimeter. Ja. Want het zijn mensen van 1,50 meter of zo die er hier staan. Ja. Ja, leuk. Zo is het. Ik zag ook verschillende poppen staan met verschillende kostuums aan. En er viel me ook op, er was een boerenvrouw, maar ook iemand met een zwarte sluier. Ja. Witte mutsjes, zwarte mutsjes. Heeft dat ook bepaalde betekenissen? Ja. De meisjes die droegen tussen de 10 en de 20ste jaar zwarte mutsjes. Dat zijn geen rouwmutsen, dat zijn echt jonge meisjesmutsen. Als die meisjes ouder werden, dan kregen ze een kofeltje en in de goede doen kregen ze een poffer. Een klein poffertje en een grote poffer. De falie waar je over spreekt, die zwarte omslagdoek. Ja. Die heet falie? Die heet falie. Iemand op zijn falie geven, iemand om zijn oren slaan. Ja. Ja. Daar komt een gezegde vandaan, iemand op zijn falie geven. Okay. Maar waar heeft dat dan te maken met een omslagdoek? Nou, in de rouwtijd droegen de mensen een rouwpoffer. En een rouwpoffer heeft geen bloemetjes, maar opgerolde stukjes stof. Die staan hier ook een aantal rouwpoffers. En dan zwart of niet? Nee, die is dat altijd wit. Oké. Okay. En de vrouwen die droegen dan een falie, jongere vrouwen die geen poffer hadden. En dat was een soort omslagdoek waar je alleen nog maar een stukje van het gezicht zag. En die falie werd dus gedragen in de rouwtijd, dus in de rouwwagen, gedurende een aantal weken. Maar die werd ook gedragen bij de kerkgang. Als de moeder een kind op de wereld had gezet, dan moest ze later gezuiverd worden in de kerk. En dan moest ze naar het Maria-altaar met een kaars en dan moest ze daar bidden. En dan moest ze met de falie op, ging ze de kerk in. En als ze dan gezuiverd was, dan mocht ze de falie weer afdoen. En dan kon ze zonder falie de straat weer op. En, ja, dan krijg je het verzonnen. Het eigenlijk te maken dan, dat ze eigenlijk gemeenschap had gehad, waardoor zwanger is geworden. Ja. En Maria, die is zomaar... Ja. Dat zijn van die ingeslopen gewoontes uit het verleden, waarvan niemand het nut van inziet, maar het is eigenlijk te gek voor woorden dat dit gebeurd is. Maar wel leuke verhalen, zeker. Want daar moest ook iedereen aan voldoen. Iedereen liep ook met zo'n sluier of iets. Ja, maar hoefde niet. Mijn vrouw Beb heeft nooit op een gegeven moment dus een poffer gehad of een falie gehad. Maar die moest wel naar het Maria-altaar om zogenaamd die zuivering te ondergaan in de kerk. We hebben alle vier de kinderen gehad. Dat zijn rituelen. En vroeger had je natuurlijk veel meer rituelen dan tegenwoordig. Ja. Op zich niks mis mee, toch? Nee, helemaal niet. Nee, helemaal niet. Ik vind dat we iets hebben. Ja. Ja. En dit is het museum, want daar kunnen we natuurlijk uren over praten. Ik vind het ook wel heel leuk. Maar als je dan zo thuis komt te zitten zonder werk en je hebt dan zo'n hobby, was dat het engste of ben je ook gaan reizen? Ofzo. Want toen ging er een wereld voor je open. Tijd zat. Ja, ik ben in 1998 voor de eerste keer naar Indonesië geweest. Eigenlijk op vakantie? Of? Nee. Oh. Nee, op uitnodiging van Indonesische mensen. Beb, mijn vrouw, is tijdens haar ziekte de laatste jaren, 7, 8 jaar, verzorgd door een Indische mevrouw. Oh. En die heeft haar geweldig verzorgd. En die kreeg van Beb met kerstmis 1996 een reis aangeboden naar Indonesië. Want die was al 34 jaar niet meer in het geboorteland geweest met haar zoon. Beb is in februari gestorven, dus vlak daarna. Oh. En die heeft ze met kerstmis nog aangeboden. En toen is zij in juli van dat jaar, is zij voor de eerste keer naar huis geweest. Naar de vrienden en de vriendinnen en de kennissen in Indonesië, in Malang. Ik kreeg daarna, ene verzoek naar het andere, ik moest het jaar erop komen. En dat heb ik dus gedaan. Ik ben dus in 1998 ben ik voor de eerste keer naar Indonesië geweest. Ik heb daar kennis gemaakt met een arts. En toen was er in Indonesië een grote crisis. Kinderen liepen met massa's op straat te bedelen. Op blote voeten, amper gekleed, heel verschrikkelijk. Die dokter had dus zich het lot van die kinderen aangetrokken die niet meer naar school konden. Want er waren uitgestoten kinderen. Die hadden geen uniformkleding, die konden de boeken niet betalen, hoewel het zo weinig was. Nee. Maar die hadden helemaal niks meer. En die konden dus niet naar school. Die dokter heeft dus toen zich het lot van een groot aantal kinderen aangetrokken. En ik ben daardoor geraakt. En ik heb toen aanvankelijk een aantal kinderen heb ik geadopteerd.
En die konden dus toen, konden weer meer naar school. Nou, het jaar erop kwam ik weer terug, want ik was een beetje verslingerd geworden aan de hele gebeuren daar. En ik had met die dokter steeds goede contacten via de mail. En toen is het uitgebreid. Maar het tweede jaar, toen zei ik, ja, zo kunnen we door blijven gaan, maar het is veel beter om de ouders een vak te leren. Want die ouders, er waren meestal bedjakfietsers. En die bedjaks kwamen door de opkomst van de brommers. Die kwamen zonder werk te zitten. Ja. En die mensen hadden helemaal niks meer te doen. Die konden de hele dag in die bedjak gaan liggen pitten. Maar dat leverde geen geld op. Nee. En die gezinnen moesten toch op een gegeven moment brood op de plank hebben. Of rijst hebben in een bakje. Ja, rijst in een bakje. En dat is dus zo gezegd, zo gedaan. Wij hebben dus naast die kinderen die we sponsoren om naar school te gaan, hebben we toen opgericht vakonderwijs voor de vrouwen. Naai onderricht op 3 levels, tot en met coupeuse toe. Zo. Op Singer trapnaaimachines. Och. Die kon je daar voor €50 kon je nieuwe Singer naaimachine kopen. Ja. Die hebben we toen een aantal gekocht. En verder hebben we daar bromfiets- en motortechniek zijn we dus gaan leren. Elektrotechniek, meubel maken en allemaal met behulp van Jos Geerts van de Tijber, die toen directeur van de Tijber was, ja. Hier in Boksel, de oude ambachtsschool. Ja. En die hadden allemaal lesmateriaal over. Dat is toen op een gegeven moment naar Indonesië gebracht en daar hebben ze daar vrijwilligers, hebben het vertaald. De foto's hebben ze allemaal genomen en tekeningen hebben ze allemaal overgenomen, schematekeningen, schematische tekeningen, maar de teksten hebben ze in Bahasa Indonesië overgezet, zodat die mensen het konden lezen. We deden ook nog computeronderricht. Zo. We hebben toen van een firma 15 computers gekregen, die we daar naartoe verscheept hebben. En we gaven ook nog Engelse les daar. En, dus dat was echt heel erg interessant. En je raakte helemaal aan verslingerd. Ja. Dus dat was mijn lust en mijn leven. En ik heb aan alle kanten steeds geld ingezameld om dit te kunnen continueren. En daarnaast had ik dus ook nog, was ik voorzitter van het Pastoor Vekermans Fonds in Oerlen. En Pastoor Vekermans, Gerard Vekermans, dat was een achterneef van mij. Die was verslingerd geraakt aan de problemen in India. Die had daar contacten met zusters Ursuline. Mm-hmm. Dat waren aanvankelijk Belgische Ursuline. En op dit moment zijn er geen Belgische Ursulinen meer daar actief. Het zijn allemaal nou Indiase Ursulinen. Mm-hmm. En die heeft toen een fonds opgericht. En er waren ook kansarme kinderen en de ouders van die kansarme kinderen. We hebben een aantal bedrijven die ons sponsoren. En jaarlijks, eigenlijk al de laatste 8-9 jaar, hebben we ieder jaar tussen de 100 en de 130.000 euro geld beschikbaar om te spenderen via de zussen Ursuline aan projecten in India. De zusters die zoeken daar speciaal projecten op in de middle of nowhere. Waar geen grote dorpen of grote steden zijn, ja. Maar eigenlijk in woongemeenschappen. Waar zij ergens een kloostertje bouwen met een klein hospitaaltje erbij. En een klein kloostertje en vaak een hostel voor de meisjes. Want voor meisjes is India levensgevaarlijk. Als die kinderen van en naar school moeten in dat open gebied, dan worden ze heel vaak aangerand of verkracht of hoe dan ook. Ja. En als ze dus daar kunnen blijven, dan hebben ze een veilig onderkomen. Dan krijgen ze een betere opvoeding. En dat gaat geweldig. En dat is ook heel erg dankbaar. Ja. Ik ben daar nog een paar jaar geleden met mijn dochter Nicole. Ja. Zijn we daar met nog 2 andere mensen van het Pastoor Vekermans Fonds. Hebben we daar een rondreis gemaakt langs alle mogelijke kloosters. Scholen bezocht. Ja. En dat is ook vreselijk dankbaar werk. Ja. Wat me nou zo te binnen schiet, het lijkt me zo moeilijk om op een gegeven moment dingen los te laten. Want het worden toch allemaal kleine kindjes hè, van je, hè? Sowieso. Ja. Indonesië, nou India, want je bent dan zo gedreven, maar ja, je wordt ook wel ouder en ja. Maar soms moet je het loslaten. Ik ben bijvoorbeeld, ik word nou 75 binnenkort. En dat betekent dus, statutair is bepaald in het Pastoor Vekermans Fonds dat je met 75 het bestuur moet verlaten. Och. Dus ik heb al 1,5 jaar geleden een nieuwe voorzitter ingewerkt. En dat gaat fantastisch. Ja. En nou blijf ik nog via een zijspoor, blijf ik nog een klein beetje bij het fonds betrokken. Maar ik ben daar geen bestuurslid meer. Nee. Indonesië is een heel ander verhaal. Daar ben ik mee gestopt in 2012. Omdat ik daar geconfronteerd werd met een zeer onaangename verrassing. Dr. Johan Doyo, waar wij mee samenwerkten in Indonesië, dat de vertrouwenspersoon was, die was gestorven. Vrij onverwacht eigenlijk. Die had het mee opgezet, ja. En die was plotseling gestorven. De weduwe, die blijft achter
met 4 kinderen, waarvan 1 in Amerika, 2 in Bali woonde en 1 woonde in Malang. Maar die blijft dus achter met die kinderen. Die weduwe, die zei aanvankelijk dat ze het fonds, of het werk van dokter Johan Doyers aan haar man door wilde zetten. En dat was onder de naam Agape Foundation. Mm. Zo heette dus dat, Social Foundation was het. Maar die vrouw die krijgt op een gegeven moment bepaalde kriebels. En die gaat plotseling, dus een prachtig pand, wat wij er met Nederlands geld gebouwd hebben, gaat, in Indonesië kun je zelf als buitenlander geen bezittingen hebben. Dus dat stond op naam van de familie Johan Doyo, ook op de grond van de familie Doyo. Maar wij hebben wel het grote huis daar neergezet. En dat gaat zij verkopen. En die heeft dan voor veel geld dat pand verkocht. En die schupt er nou een goed leven van. En jullie staan er. En wij hadden dus geen onderdak meer. Toen hebben we daar raad geschaft met de Nederlandse tak van Agape Foundation, die het Satu per Satu, dat betekent stap voor stap. En wij sponsoren met elkaar 130 kinderen in Indonesië. Mm-hmm. En we hadden die opleidingen, die vakopleidingen. Toen hebben we gezegd, nou, die vakopleidingen laten we lopen, maar die kinderen mogen daar niet de dupe van worden. Nee. Ik heb daar 2 dames die de administratie deden voor ons, die hebben we in dienst genomen. En die organiseren het en die hebben de contacten met al die scholen waar die kinderen zitten, al die verschillende levels. Mm-hmm. We hebben administratieve organisatie opgezet met die 2 dames. Er is nou dus, die worden gecontroleerd en begeleid door betrouwbare mensen in Indonesië die dat verder in de gaten houden. En wij hebben dus veel mailcontact. En recent zijn 2 mensen van het bestuur van Satu per Satu daar kennis gaan nemen van de huidige gang van zaken. En die zijn goed teruggekomen. Die hebben gezegd, het loopt allemaal weer. En die 130 kinderen, die houden we gewoon en die gaan gewoon door met de studies. Ja. En die kunnen gewoon naar school gaan. Ja. En zo loopt het leven. Dus je hebt ook wel op tegenvallers. Ja. Maar het gekke is, het mooie blijft bij je. Ja, toch? Ja, zeker. Ja. Die blije kindergezichten, ja? Die vergeet je nooit. Nee. Die dankbare gezichten. Ja. En alles wat je hebt kunnen doen is natuurlijk ook wel heel bijzonder geweest. Hè? Ja. Ieder ding wat goed is gegaan is natuurlijk, ja. Geeft ook wel heel veel goede energie om weer verder te gaan. Oh, helemaal, ja. Ja. En wat ik me nou afvraag, als je nou dingen over zou mogen doen, wat zou je dan over doen? Als ik Indonesië... India loopt perfect. Okay. De zusters Urseline hebben dat goed georganiseerd. Wij als bestuur kunnen we daar steeds voldoende geld voor genereren om aan de vraag te voldoen daar. Indonesië is een ander verhaal. Kijk, maar je bent altijd wel eens teleurgesteld in mensen. Er zullen ook wel mensen teleurgesteld zijn in mij. Mm. En ik ben ook teleurgesteld in bepaalde mensen. Nou, Indonesië zou ik dus in het vervolg op een andere manier, op een andere leest schoeien. Maar het hele probleem is natuurlijk, je kunt in Indonesië geen eigendommen hebben. Nee. Ook niet als stichting, dat moet in Indonesische handen blijven. En wij hebben ons daar met het gebouw eigenlijk een beetje op vergalopeerd. Ja. Wij hadden dus een overeenkomst, schriftelijk ondertekend door dokter Johan Doyen en zijn vrouw, dat we dat pand, dat we daar neergezet hebben, een prachtig pand, een groot pand, een Rian pand, dat we daar 15 jaar mochten gebruiken. En dat is maar 8 jaar geworden. Het zit gewoon verkocht. Hij heeft het verkocht en toen waren we uitgepraat. En je kunt dan er niks meer tegen doen. Nou, dat zou ik de volgende keer graag liever dicht willen timmeren. Ja. Maar het werk voor die kinderen, dat is natuurlijk fantastisch. Dat is zo leuk. Ja, ja. Dat moet je zelf ervaren hebben. Dan moet je die gezichtjes gezien hebben. Dan moet je die mensen gevoeld hebben. Om dat te kunnen, wat dat betekent. Ja, ja, dat denk ik ook. En de dankbaarheid die daaruit komt, die vergoedt alles. Ja, ja, is ook zo. Ja. Ja. Mooi hoor. Ja. Ja. Heel fijn. Ja. En wat is nou de toekomst? Nou, ik probeer een klein beetje af te bouwen. Ja. Ik ben 75. Een klein beetje? Of Nee. Ik ben een beetje afbouwen. Mm-hmm. Stoor Vekermans Fonds, daar moet ik uit vanwege mijn leeftijd. Indonesië, daar heb ik dus op een gegeven moment ook gestopt. Daar heb ik nou alleen nog contacten via e-mail met de bestaande mensen daar enzovoorts. En mijn vrienden en kennissen die ik daar wonen en die houden mij wel op de hoogte. Ik ben nog steeds bestuurslid van Satu per Satu, maar ja, wij vergaderen maar 2 of 3 keer per jaar. Dus dat is allemaal niet zo spannend. En ja, het museum dat vraagt natuurlijk erg veel aandacht. Ja. Maar we zijn dus nu bezig voor het museum, onder leiding van Jos Geerts, ik noem hem nog een keer. Ja. Die is dus voorzitter geworden van de kerngroep van onze vrijwilligers. En Jos probeert nou met mij een structuur op te zetten
voor de continuïteit van het museum. Ja, ja, want dat draait op vrijwilligers. Het draait op vrijwilligers. En heb je die genoeg dan? Want... Het draait op vrijwilligers. En het draait op mij voor een groot gedeelte. Ja. Want de financiën die zijn natuurlijk van het museum niet rooskleurig. Daar gaat een kruiwagentje geld bij. Ja. En dus ja, wij krijgen van niemand. Wij krijgen van niemand geen ondersteuning. Nee, nee. Wij hebben destijds wel meegewerkt met alle andere musea, ook met de Groene Poort. Aan de standkoming van de museumnota van de gemeente Boxtel. Die museumnota, dat is een lijvig boekwerk geworden. Er is bijna 4 jaar aan gewerkt. En dat is een lijvig boekwerk geworden, aangenomen door de gemeenteraad van de gemeente Boxtel. De intentie van die museumnota was ondersteuning aan de Boxtelse musea. Per saldo is nog de Groene Poort, nog het museum Vekemans, op welke manier dan ook ondersteund. Geen een van beide. De Groene Poort heeft nooit enige medewerking en hulp gekregen van de gemeente Boxtel en wij ook niet. Oh. Wij krijgen alleen hoge rekeningen van de onroerend goedbelasting en allemaal dit soort zaken. Ja. Maar medewerking krijgen we niet. Ja. Nou, en dat is onrechtvaardig. Ja. Want nogmaals, als MUBO, die mag geholpen worden. Ik vind het fantastisch streven. Vertel eens, MUBO is? Museum Boxtel. Waarin ondergebracht zijn de collectie van Gaudete, de collectie van Hendrik Verhees, de collectie van het Gilde in Boxtel. En de collectie van Museum Doornbos op de Markt. Ja. Nou, dat is fantastisch dat er nou in een prachtige behuizing ondergebracht is. Maar gelijke monniken, gelijke kappen. En als wij in Boxtel naast MUBO nog 2 andere musea hebben, dan moeten ze die ook helpen. Ja. En dat is tot op heden nog niet gelukt. Dus op dit moment is dat weer een nieuwe plan van aanpak van Maruska Lestrade. Mm-hmm. Die heeft daar kennis van genomen. En Karen Julien, dat is de hoofdambtenaar van de cultuur, die nota mee opgesteld heeft, die is erbij bij de gesprekken aanwezig geweest. Zij is nu met een verkennend onderzoek bezig en ik hoop dat zij het oppakt, dat ook die andere musea aandacht krijgen. Ja. Het hoeft niet ten koste te gaan van MUBO, maar als ze MUBO helpen, dan moeten ze ons ook helpen. Ja. En het geldt voor René Fraaien en voor ons museum, die verdienen het allebei. Om dus om voor te bestaan. Ja, zeker. En we hebben toch ook een hele bijzondere collectie hier. Ja, echt wel. Ja. Ja. Want ik begrijp ook dat jullie in jullie museum ook regelmatig thema's hebben. Ja, juist. We hebben op dit moment hebben een thema doopjurkjes en doopmutsjes. Heel bijzonder eigenlijk. En is dan frappant, als dan de jeugd komt, die weten vaak niet meer wat dopen is. Daar loop ik steeds meer tegenaan. En onze rondleiders ook. Ja. Daar staan we helemaal niet bij stil, maar dat is toch een fenomeen wat bij een aantal gezinnen niet meer voorkomt, de kinderen gedoopt worden. Ja. En heel veel weten helemaal niet wat dopen is. Nou, dan zien ze daar de hele rituelen en zien daar de kleding die dan gedragen werd, met leuke verhalen eromheen. Nou, dat is gewoon heel aardig en dat is een hele mooie collectie. Ja, want hoe komen jullie nou aan die collectie? Zijn er van particulieren die dat dan, of is dat ook weer een verzameling? Of? Ja, nee, het is veelal uit eigen familiebezit. Oh ja? Ja? En ik ben er altijd heel zuinig op geweest en bewaard. En ik heb nooit nee gezegd. Ik had een groot huis met een grote zolder, dus ik kon veel bewaren. Dus ik heb heel veel op die manier verzameld. En vaak zijn er dingen allemaal gekregen. De laatste tijd komen ze steeds allemaal die dingen brengen. Ja? Ja hoor, regelmatig. Ja. Want hoe hou je dat dan allemaal zo mooi wit en want alles vergeelt toch, door die jaren heen? Ja, maar die kamers zijn al over het algemeen de hele dag donker. Ja. En overal zit folie. UV-werende folie voor de ramen, dus het zonlicht wordt gefilterd en ja, iets is voor textiel is zonlicht funest. Oh ja? Ja, als textiel altijd aan zonlicht blootstelt, dan gaat het naar de knoppen. Oh. En, maar door de UV-filtering van die folies die voor de ramen zit, is het dan minder schadelijk en verder houden we de zaak zoveel mogelijk donker. Ja. Dus als er geen bezoekers museum gesloten, is alles donker. Ja, dat scheelt ook heel veel. En dat scheelt heel veel. Ja. En we hebben nergens geen lampen opstaan op de textiel. Nee. Ja. Dus alle vitrines waar textiel in zit, daar zitten geen spots in. Oh, is er toch goed over nagedacht, zeg. Ja, dat moet je wel, anders dan gaat dat ook. Maar dat wordt ook op je hart gedrukt door de Nederlandse Museumvereniging. Ja. En je bent geregistreerd museum, dat betekent dat het een soort certificering is van jouw museum. Ja. En dan moet je aan stringente eisen voldoen. En dat wordt allemaal gecontroleerd. Goh, er komt toch een hoop bij kijken ook, hè? Ja. Ieder item wat hier in het museum aanwezig is, hoe klein of hoe groot ook, is digitaal gefotografeerd, is gecodeerd met een codenummer en is opgenomen in een systeem van Adlib, dat betekent het museumregistratiesysteem.
Het staat allemaal onder hele strenge eisen hoor, dat is niet simpel. Nee, dat wou ik net zeggen. En daar kom je ook zomaar niet tussen, denk ik ook. Hè? Nou, je kunt wel aan eisen ook weer voor hun. Ja, voordat je geregistreerd museum bent, dat keurmerk wat buiten op de gevel staat, dat wil je op je drukmerk voeren, daar moet je heel veel voor doen. En bij ons museum doet deze tak van sport, doet allemaal Wim Havermans. Wim Havermans die heeft ze op zich genomen om die hele museumregistratie en alles wat er omheen hangt aan administratieve romslomp om het helemaal te verzorgen. Oh ja, maar dat, je kunt niet anders, hè? Nee. Je hebt wel mensen om je heen nodig, ja. Hè? Want jullie zijn ook regelmatig open, of hoe is dat dan? Hebben jullie vaste dagen? Ja, wij zijn altijd open op woensdagmiddag, vrijdagmiddag en de eerste zondag van de maand van 1 tot 5. En dan kun je zomaar binnenlopen? Dan kun je zo binnenlopen, dan kun je alleen komen, dan kun je zo binnenlopen. En de overige dagen zijn we op afspraak open voor groepen vanaf 10 personen. Ja. Dus op een zaterdag of op een maandag of op een dinsdag als we gesloten zijn en dan meldt zich een groep aan van 10, 15 personen, dan gaan we open. Ja, en dan is er iemand bij, een vrijwilliger, en die geeft ook uitleg over wat er staat, want ja. Ja, er zijn altijd minimaal 2 mensen aanwezig, nooit 1. Ja, die mevrouw met al die grote poffers, hè, die verzamelaar. Hè, Ans. Ans, ja. Is die nog actief bij het museum? Jazeker, jazeker. Ans is heeft al een aardige leeftijd. Ja. Maar dit is haar kindje en ze is er heel, heel druk mee bezig. Ja? Ze maakt ook al die karakterpoppen, maakt ze allemaal zelf. Ze boetseert de gezichten van die karakterpoppen. Ze maakt de kleren van die karakterpoppen. Oh. Maar ze restaureert ook nog incidenteel. Als ze een mooie poffer krijgt die in de collectie zou passen, dan gaat ze weer aan de restauratie. En dan kan ze het niet laten. Ja. Maar ze is er heel gedreven mee bezig. En haar man, die helpt altijd met het inrichten van exposities. En die bezoekers, hè? Waar komen die nou vandaan? Nou, daar zul je versteld van staan. Er komt hooguit 8% uit Boxtel en 92% vanuit het hele land. Oh ja? Ja. We krijgen binnenkort een groep uit Zweden. En die komen al voor de tweede keer. Dat is een groep van wevers. Och. Een weefclub. Maar wel op een heel hoog level. En die maken een rondreis in Boxtel. Die gaan ook naar Gelderop naar het Weefmuseum toe. En die komen al voor de tweede keer bij ons. En die zijn zo gefascineerd van dit museum, ja, dat is heel bijzonder. Ja. Maar er komen dus, ja, vorige week hebben we Belgen gehad uit Turnhout, we hebben er uit Hoogstraten gehad, de hele groep. Er komen nou binnenkort weer mensen uit Turnhout. Ja. En dan hebben jullie een gids hier rondlopen, of doe jij dat zelf, of wie doet dat dan? Nou, we hebben dus 4, 5 rondleiders beschikbaar. Dat is ook een heel studie, hè? Ja, weten, veel luisteren en af en toe een keer iets lezen. Maar we hebben dus 4 of 5 rondleiders. En verder hebben we dus 11 of 12 vrijwilligers die ook gastvrouwen zijn. En die ook verder activiteiten doen. Dus er is van alles te doen altijd. Klein onderhoud, herinrichten, een themacollectie opbouwen met elkaar. En ja, er moet voorbereid worden, er moeten spullen voor aangeschaft worden of gemaakt worden. En doen we allemaal met vrijwilligers. Museum zonder vrijwilligers is niet mogelijk. Nee. Wij draaien echt alleen maar omdat we vrijwilligers hebben. Mm-hmm. Maar op dit moment komen er een paar tekort. Omdat we veel meer openingstijden hebben, moeten de mensen meer ingeschakeld worden. Dus we willen het aantal vrijwilligers willen we graag uitbreiden. Mm-hmm. Schoonmaak, dat doet iemand anders. We hebben al vanaf 1990... misschien 92, dezelfde schoonmaakster. En die mevrouw, die komt elke week op dinsdagmorgen en woensdagmorgen in de eentje hier 3 uur schoonmaken. Oh. 2 keer 3 uur. En die wil geen tweede erbij hebben, nee. Die wil het allemaal alleen doen. En je houdt perfect bij. Je kunt overal komen, het ziet er allemaal even netjes uit. Ja, leuk hè. Daar moet je het wel van hebben hè, van zo'n mens. Maar dat is een betaalde kracht hoor. Ja, ja. Okay. Maar die doet dat zo geweldig, daar zijn we heel zuinig op. Ja. Dat is een fantastische vrouw. Mm. En die doet dat met heel veel plezier en liefde. Ja. Is het nou ook geen optie om ook bij het museum Boxtel te gaan zitten voor jullie? Of hebben jullie daar ook wel eens over nagedacht om bij elkaar? Ja, toen dat tot stand gekomen is, die 4 musea bij elkaar, hebben ze aan ons ook gevraagd om daar aan mee te doen. Maar onze collectie die is dermate anders als de andere 4 collecties van de dingen. En wij hebben hier een speciale sfeer en dingen dat ik niet van mezelf op een gegeven moment. En dan raakte ik ook de grip op mijn eigen collecties kwijt. Als je daar onderschuift onder de collectie die er nu zitten. Maar die past ook niet bij elkaar. Mm. Het is zo anders, dit is zo specifiek. Dit zijn 2 themacollecties. Ja.
En net ook wat je zegt, met zonlicht en... Ja, je moet, maar bedenk je alleen aan de beveiliging is al belangrijk natuurlijk die je hebt. Ja. Dat is gewoon een wezenlijk onderdeel van alles. Ik moet er toch niet aan denken. Dat zou ik ook nooit los kunnen laten. Nee, ik kan er niet loslaten. Nee, dat zou ik ook nooit doen. Als je nou een bezoek brengt aan dit museum, hè? Is er een intree aan? Ja, wij vragen aan museumbezoek vragen wij €5 entree. Inclusief een kop koffie of thee wordt er dan bij verstrekt. Dus als je dan de koffie en de thee eraf zet, blijft er nog voor het museum niet zoveel over. Ja. Maar dat vinden wij gastvrij en we hebben €5 entree. Die themacollecties, we hadden net wat je vertelde, die doopjurkjes en zo. In de toekomst komen er weer andere themacollecties. Een voorbeeld van themacollecties, Jas de Keistamper met Hanne met de Moor en daaromheen het Bokslersvolkske. Dus we hebben heel veel karakterpoppen, wel 40, 50 karakterpoppen hebben we in het museum staan, die allemaal met geboetseerde koppen waarheidsgetrouw nagemaakt zijn. En die worden dan rond Jas de Keistamper en Hanna, lopen die daar rond. En dat is dus een heel fraai thema. Een ander thema is Vincent van Gogh en de aardappeleters. Wij hebben dus een groot aantal Nunense mutsen die Van Gogh geschilderd heeft op zijn schilderij van de aardappeleters. Daar hoort een heel verhaal omheen, bij de familie De Groot en van alles met elkaar, dat vertellen we in het museum altijd. Maar wij willen dus een thema in het Van Goghjaar, willen we een thema lanceren hier met de aardappeleters, waar dan ook alle mogelijke mutsen uit de Van Gogh-tijd geshowd worden. De Van Gogh-mutsen staan nu opgeslagen in zuurvrij papier en zuurvrije dozen in onze depotruimte. Maar die gaan we dan voor de dag halen en die gaan we dan daar een tentoonstelling maken met daar de aardappeleters als middelpunt. Ben dat volgens mij droom jij voort van de poffers? Nou, ik ben er wel veel mee bezig. Ja, want het is natuurlijk een beetje levenswerk geworden. Ja. En ja, ik ben er heel trots op dat we dit kunnen verwezenlijken. Ja. Maar ik kan het niet alleen, we doen het met heel veel andere mensen om ons heen. Ja. Maar het is natuurlijk, we krijgen zoveel complimenten als je ons gastenboek nakijkt, wat er allemaal in geschreven wordt. Ja, leuk. En van heinde naar ver komen ze en dat blijft doorgaan. En daar zijn we heel blij mee. En het geeft ontzettend veel voldoening en het houdt ons van de straat. Ja, dat is ook belangrijk. Dat is ook belangrijk. Ja. Nou, ik wil jou in ieder geval bedanken voor dit mooie gesprek. En ik vond het ontzettend leuk om hier te zijn. Dank je wel. Graag gedaan. En we hopen dat het ook weer zijn uitwerking heeft naar de bezoekers naar ons museum toe. Zeker weten. Dank je wel.